Dag iedereen, welkom op dit uh, gesprek over de energietoekomst van ons land. Ik weet dat we zijn allemaal heel hard uh, op dit moment in de ban van het coronavirus. Maar hopelijk brengt 2021 daarin toch enig beterschap en perspectief. Maar het klimaat en de klimaatdoelstelling, dat is natuurlijk echt een verhaal van op langere termijn en zeker nu er de grote doelstellingen zijn van Europa. Het ligt van 2030 en helemaal uh, emissievrij tegen 2050. De vraag is dan natuurlijk uh, waar staan we als land? Zijn we op de goede weg? En vooral, hoe moeten we daar geraken zonder al te veel kleerscheuren? Dat is een beetje de centrale vraag van een aantal kerstgesprekken over eh, energie met enkele top-experts. En vandaag is dat eh, Daniel De Vogelaar hè, van het eh, Federaal Planbureau. Het planbureau dat eigenlijk onafhankelijk is, maar het beleid, advies geeft, eh, studies uitwerkt eh, en dergelijke meer. Onder meer... Over milieu, klimaat en en zo meer. Je bent daarin ook hè, de grote energiespecialiste. Je hebt ook een grote studie gedaan, daarover gaan we het zeker ook hebben. Fuel for the Future, goede titel. Maar laten we misschien beginnen met vorig jaar, eind vorig jaar, 2019, 11 december, lanceerde de Europese Commissie haar Green Deal, die echt ambitieuze doelstellingen om klimaatneutraal te worden, met een klimaatwet ook in het pakket. Midden dit jaar kwam er dan die versnelling men zei ja, tegen 2030 gaan we proberen toch nog... Extra ons best te doen, niet min 40, maar min 55 procent reductie van de uitstoot. Niet evident, denk ik. Hoe staan wij ervoor als land? Ik denk dat het uh, heel terecht is dat u dat u dit aanhaalt. Hè. Dus de Green Deal, wat mij eigenlijk het meest verraste uh, aan dat verhaal, is dat uh, gegeven de coronacrisis, de pandemie waar dat we ons vandaag nog altijd in bevinden, dat die Green Deal niet is losgelaten. Hè. Dus die Green Deal van de Europese Commissie is eigenlijk opgezet als prepare for the future. Hè. Dus om ons klimaatneutraal, het eerste klimaatneutrale continent te worden, om ons toekomstbestendig te maken, om die klimaatuitdagingen aan te gaan. En wat eigenlijk verrassend is voor mij, is dat tijdens die coronacrisis en de economische recessie waar dat we ons nu in bevinden, dat die Green Deal niet ergens begraven is onder een hele hoop administratie, maar dat die echt aangegrepen wordt om herstelfondsen, relances te gaan, te gaan installeren. Er komt ook een, een geweldig budget voor vrij om, om, uh, met middelen voor lidstaten om uh, die groene investeringen te laten plaatsvinden, om die relance te gaan koppelen. Dus niet alleen prepare for. The future, maar ook repair the future. Dus die uit, om ons allemaal uit die economische recessie te laten, te laten klimmen. Hoe staan wij ervoor? Wel, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons bewust zijn van de fondsen, de middelen, de kansen die die Green Deal ons aanbiedt. Dus veel mensen zien het als een, een geweldige omwenteling met heel wat zorgen, heel wat uitdagingen. En die zijn er ook, maar er zijn ook heel wat opportuniteiten. Sommigen zeggen ja, 2050, dat halen we misschien. Nog omdat dat iets langere termijn is, maar 2030, ja, dat is eigenlijk morgen. Hè? Dat wordt bijzonder moeilijk. Zeker met die min 55 procent. Vlaanderen mikte eerst maar op min 35 procent, dat is 20 meer. Ja. Um, lukt dat nog? Ik denk inderdaad, u haalt daar heel terecht aan, dat het voor een land als België niet, niet evident is. En dat zien we ook als de Europese Commissie studies uitvoert. Dan blijkt als we enkel en alleen kijken naar potentiëlen, dat het voor een land als België niet evident is. Dus we zijn dichtbevolkt. Ons land wordt door heel wat verschillende gebruiken ingenomen. Dus we hebben een energieintensieve industrie die voor de nodige welvaart zorgt. Maar we hebben ook dus heel wat oude bebouwing. Dus in, in vergelijking met alle lidstaten uh, scoren we helemaal bovenaan op, op kwestie van een van, uh, van de oudste gebouwenparken. Dus als dat allemaal moet gerenoveerd uh, worden, klimaatbestendig moet gemaakt worden, dan staan we voor een immense uitdaging. Maar dat creëert ook weerom ja. hè, die opportuniteiten in de bouwsector, in heel wat uh, andere sectoren. En ik denk dat we een heel aantal uh, sectoren en bedrijven hebben die zeer goed geplaatst zijn voor die klimaattransitie. Ja. Dus uh, we zullen het er later waarschijnlijk nog ja. over hebben, maar voor waterstof, maar ook offshore wind. Er zijn heel wat spelers vandaag die al tot de wereldtop behoren. Ja, en die staan natuurlijk denk ik allemaal te popelen om er voluit voor te gaan. Maar dan heb je ook beslissingen. Nodig. Je hebt nu ook een, een federale minister, Tine van der Straat, die zegt, ja, we moeten gaan beslissen. Dat is misschien het belangrijkste, wat ook. En er is in 2003 gezegd, we gaan de kerncentrales, we gaan dat uitoeven. Dat is, dat moet ik u niet vertellen, dat is een lopend verhaal in dit land. Er wordt nu door haar wel gezegd van, ja, we gaan dat doen. Toch al meteen weer die poort die geopend wordt van, ja, maar misschien november 2021 kunnen we dat toch nog eens bekijken. Is dat nu niet fundamenteel? Either way, kerncentrales langer openhouden of niet. Gewoon beslissen? Ik denk het ook. Hè. Dus ik deel daar volledig uw, uw analyse. Dus uh, het Planbureau heeft daar uh, dat, dat thema al, al in verschillende publicaties belicht. Ook uh, ten tijde van de doorrekening van de verkiezingsprogramma's hebben we daar ook naar gekeken, naar, naar die uh, operationele werkingsduurverlenging van, van kerncentrales. Is belangrijk, maar het kan op beide manieren wat we nu nodig hebben is echt een, een duidelijke beslissing, en die is er ook gekomen in het uh, federaal regeerakkoord, in de beleidsnota van de federaal uh, minister van Energie. Denk ik dat de krijtlijnen duidelijk zijn uitgetekend en dat de sector daar ook echt behoefte aan heeft hè, om duidelijk te weten waar staan we voor en uh, gaan onze investeringen in de toekomst ook, ook kunnen renderen. Ja. Want men zegt dan wel, dat is dan de tegenklok, zeg maar, die zegt van ja, maar ja, het sluiten van die kerncentrales op zich is één ding, maar we gaan wel voldoende energie moeten hebben, we staan helemaal nog niet ver genoeg met onze windmolenparken, er is ook niet zoveel ruimte meer hè, om van alles nog bij te doen. Ja, dan gaan we als pendant dan een, een gascentrale moeten bijbouwen. Is dat dan de toekomst? Het is eigenlijk zo dat we uh, tegen 2025, de periode 2022-2025, een 6 gigawatt kerncentrales zouden gaan sluiten. Uh, maar die, gaan, die 6 gigawatt gaat niet volledig vervangen worden door 6 gigawatt gascentrales. Dus dat is helemaal niet zo. Tegen 2025 hopen we dat er heel wat meer wind- en zonnepanelen geïnstalleerd worden. Ondertussen hebben we ook aansluitingen hè, naar het oosten en naar het westen. De kost van batterijen gaat enorm dalen. Dus er zijn heel wat dingen die maken dat we geen 6 gigawatt gascentrales, uh, capaciteit moeten vervangen nucleair door gascentrales. Dus er blijft uiteraard nog wel altijd een, een delta, een, een, een verschil en dat zou door gascentrales kunnen opgevangen worden. Volgens onze berekeningen en wij delen daar de analyse van de transportnetbeheerder en ook andere onderzoeksinstellingen, hebben we die gascentrales wel nodig, maar dat gaat uiteraard niet over dezelfde grote orde ja. als de kerncentrales. Die gascentrales zijn nodig en die blijven ook in het systeem van de Toekomst nodig. Dus we hebben een studie Horizon 2050 uitgevoerd. Dan zie je dat gaseenheden nog altijd een, een cruciaal element zijn in dat elektriciteitssysteem van de toekomst. Uh, uiteraard spreken we dan niet over aardgas meer. Hè. Dus aardgas, zoals u zegt, een fossiele brandstof, stoot broeikasgasemissies uit bij verbranding. Maar in horizon 2050 spreken we over gedecarboniseerd gas, over biogas, over waterstof, over gas. Hoe waar staan we gassen? daarin? Want eh, onlangs is er ook eh, in Wallonië, in Fleurus, een site geopend voor dus de injectie van gas uit hernieuwbare bronnen. Dus wat, eh, de, de groene gas, het proper gas zeg maar is dat nog kinderschoenen waar we in staan op dat niveau. Vandaag is dat nog niet, niet enorm, hè, maar we bouwen wel de expertise op. Uh, er zijn al installaties. U uh, haalt heel, heel correct, uh, Fleurus aan. Uh, er zijn ook, ook uh, op andere plaatsen zijn er al, al kleinere biogasinstallaties. We zien dat in Duitsland dat daar al heel sterk op ingezet wordt, dat daar eigenlijk, dat ze eigenlijk al een beetje de voortrekker zijn. Maar ook Frankrijk en Italië trekken daar echt aan de kar. Hè. Dus zij zitten weer een beetje achterop, te hinken. Uh, ik denk, dat, nee, ik denk dat, dat we daar echt wel de nodige expertise aan het opbouwen zijn. Dus ik denk dat het, dat het goed is. Maar ook hier weer, zoals bij elke nieuwe technologie, heb je een steuntje in de rug nodig. Dus heb je een faciliterend beleid nodig. Heb een beslissend je, beleid. Een beslissend beleid nodig. Heb je uh, eventueel subsidies nodig. Dus je hebt dat gezien met de zon en de wind ook. Dus vandaag zitten die aan heel interessante investeringskosten. Maar dat is omdat we een heel parcours hebben afgeleid. Afgelegd van uh, faciliterend ondersteunend beleid. Frankrijk en Italië trekken voor een groot stuk die, die, die biogas, die biomethaan uh, kaart. En naar alle verwachting gaan we daar toch ook wel de vruchten van kunnen plukken. Het is hetzelfde met uh, Duitsland dat een voortrekkersrol speelt uh, wat de energiewende betreft. Het is ook door omwille van uh, onder andere het Duitse ondersteuningsbeleid voor zon en wind dat we vandaag in een situatie zitten dat die panelen echt uh, heel ja. weinig nog gaan kosten en die windturbines ook sterk ja. gedaald zijn. In... Ik zei het al, je hebt inderdaad al studies gedaan richting uh, de horizon 2050. In die ene studie, Fuel uh, for the Future, bekijken jullie eigenlijk van... ja. Er zijn verschillende wegen naar dat klimaatneutrale Europa. Je kan volledig elektrisch gaan of je kan diversifieren en werken ook met gas, proper gas en andere methodes. Als je die twee trajecten bekijkt, 100% elektrificatie of gaan voor verschillende spelers, kwam daar een soort winnaar uit die studie? Een hele duidelijke overtuigende keuze. Uh, het is eigenlijk zo dat we, zoals u zegt, dus twee, twee visies hebben bekeken. Twee scenario's noemen we dat dan in, in, in modeltermen. Maar wat dat daarbij belangrijk is, is dat in beide scenario's elektronen en moleculen. Tot de mix gaan behoren. Dus het is niet zo dat wij een oplossing hebben onderzocht of gevonden waarbij dat 100% elektronen gaan domineren, het toekomstig energiesysteem gaan domineren. We zien dat er altijd een, een, een mix van de twee gaat nodig zijn. Waarom is dat nu zo? Omdat alles gaan elektrificeren, dat zou ons geweldig veel gaan kosten. En vandaag zijn. Zien we dat een heel aantal toepassingen simpelweg niet geëlektrificeerd kunnen worden. Dus denken we aan de heel hoge temperatuurstoepassingen in industrie. Denken we aan de lange afstandsvluchten, waarbij dat we continenten gaan overvliegen. Dat lijkt voorlopig niet op elektriciteit te gaan kunnen. Of, dus die batterijen daarvoor zouden dermate zwaar zijn en zoveel plaats innemen dat daar weinig passagiers nog in uw vliegtuig ja. zouden kunnen passen. Dus een aantal toepassingen kunnen niet geëlektrificeerd. Worden. We zien dat ook in studies van de Europese Commissie. En zij komen zelfs in hun meest klimaatambitieuze scenario's uit op een mix van 50-50 ongeveer 53-47 van elektronen van moleculen. In de studie die wij dan uitgevoerd hebben, dus wij zijn daar ook uh, heel uh, ambitieus geweest, dus we hebben ons uh, wagonnetje gehangen aan, aan uh, het Europese klimaatneutrale verhaal. En dus gezegd, hè, onze missie is geen emissie. Hè. Uh, en gezegd van, we gaan ons inschrijven in een klimaatneutraal Europa. En dan gaan we kijken van welke wegen daar naartoe zijn er. En dan zien we dat in het deep electrification, dus het, het, het meest doorgedreven geëlektrificeerde scenario, dat we daar aan een verdeling van 60-40 komen. Dus nog altijd 40 moleculen in dat Belgisch energiesysteem van de toekomst. En dan is dat bijvoorbeeld dus die hoge temperatuurstoepassingen in de industrie, maar het lijkt ook wel voor, voor transport, een klein beetje voor gebouwen, dat dat gas toch ook nog wel, wel zijn, zijn rol gaat, gaat spelen. Dus die moleculen mogen we zeker niet vergeten, die zijn belangrijk en die, ja, die hebben hun plaats in dat energiesysteem van de toekomst. Misschien ook omdat moesten we. Volledig of zoveel mogelijk hè, voor elektriciteit kiezen, dat we dat wellicht ook ons weer zo afhankelijk maken van het buitenland. Want we kunnen dat zelf niet volledig opwekken, denk ik. Ook al bouwen we het hier vol met zonnepanelen en windmolenparken en noem maar op. Dat is heel, heel terecht. Maar een kleine zijbedenking daarbij. Vandaag in België is onze invoerafhankelijkheid van energie. Tussen de 80-85 procent vandaag. Dus vandaag al, van al onze energiebehoeften gaan we er al 80-85 procent van invoeren. En dan tellen we. Ja, ja, en dan tellen we niet eens het uranium mee, hè, omwille van statistische conventies. Het uranium dat we vandaag gebruiken in onze kerncentrales om elektriciteit te gaan opwekken. Dus vandaag zijn we al voor 85% afhankelijk van het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan onze transportsector. Ongeveer 100% rijden al wel wat elektrische bolides, maar ongeveer 100% van. Onze brandstof voor onze voertuigen bestaat uit petroleumproducten, die voeren we 100% in. We hebben hier geen oliebronnen in België, aardgas. 100% van onze aardgasbehoeften voeren we in. Daarnaast wekken we zelf uiteraard wat, wat, of heel wat elektriciteit op. Maar ik denk dat we daarvoor van geen taboe mogen maken, dat we ook in de toekomst nog altijd uh, energie zullen moeten invoeren. Ik denk dat het een sprookje is om te geloven dat België op een bepaald moment energie onafhankelijk zou zijn, ja? en ik denk dat dat economisch ook niet interessant zou zijn. Dus of ik denk dat het misschien we wel altijd dan kwetsbaar en Prijsafhankelijk en dergelijke. Meest. Absoluut, absoluut. Maar dat is vandaag ook al het geval voor hè, olie, zoals gezegd, voor aardgas. Daarom is het heel belangrijk, en ik denk dat, dat we daar eh, als Belgen een, een zeer verstandige keuze in maken, en dat dat toch wel eh, getuigt van, van goed beleid. Dus als het bijvoorbeeld over aardgas gaat, maar ook over aardolie, wij leggen al onze eieren niet in één mand. Wij hangen niet af van één leverancier, wij hangen niet af van één route. Wij halen niet al ons gas uit Rusland, wij halen ons gas uit uit Qatar, uit Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Nederland. Uh, wij halen niet alleen aardgas via pijpleidingen naar hier, maar ook via LNG, tankers. Dus ik denk dat dat de manier is om verder te gaan. Hè. Maar Diversifieren. dan natuurlijk ja. weg, eli, toch minder fossiele brandstoffen tot geen mm -hmm. fossiele brandstoffen. Als we dan overschakelen naar uh, biomethaan, waterstof, mm -hmm. al dat soort dingen. Ja. Uh, kunnen we dat dan wel veel meer bij ons houden? Maakt ons dat op dat vlak dan sterker? Dat is mogelijk en dat hebben we ook in, in, die, in, in ons laatste rapport proberen weer te geven. Dus dat we een deel, een groot deel, van onze energie hier zouden kunnen opwekken. Maar dat vereist dan enorm veel investeringen in infrastructuur. Dus als we kijken dat eh, bijvoorbeeld ons elektriciteitspark, bedraagt vandaag eh, om en bij de 20 gigawatt eh, 20 eh, gigawatt aan, aan uh, elektrische eenheden, aan een elektrische productiecapaciteit Wel, dat zou ongeveer maal vier moeten zijn, en met een factor 4 toenemen naar 2050. Dus dat is enorm. Hè. Dus dan moeten we heel wat installaties op ons op onze zakdoek ja. gaan, gaan, gaan proberen bouwen, daar ruimte voor vinden, daar vergunningen voor vinden. Is dat onmogelijk waarschijnlijk niet, maar wie zegt we moeten dat hebben? We moeten bijvoorbeeld 25 gigawatt aan wind hebben. Dan moeten we daar ambitieus in zijn. Dan hebben we daar vergunningen voor nodig. Wie vergunningen nodig heeft, moet een draagvlak creëren. Wie een draagvlak ja. nodig heeft, moet de bevolking overtuigen van het nut van dat alles. Dus is dat mogelijk? Ja, waar een wil is, is een weg. Maar ik denk dat het ook economisch zinvol is om onze ogen niet te sluiten voor opportuniteiten uit het buitenland. Dus als je ziet dat ons oppervlak beperkt is, dat onze ruimte door heel wat andere toepassingen wordt ingenomen. Zoals gezegd, ik denk dat energieafhankelijkheid geen taboe mag zijn. Dus je moet dat met de nodige open geest bekijken. Dus economische opportuniteiten. Maar ook het feit dat we al vandaag in zo'n situatie zitten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om verschillende pistes open te houden en die samenwerking. Dus ik denk, vandaag bevinden we ons al in een interne elektriciteits- en gasmarkt. Levert ons al bijzonder veel voordelen op. Laat ons daar de vruchten van plukken. Maar uiteraard, met het feit, wat we thuis kunnen doen, is nuttig. Dus hernieuwbare energie. Als we doelstellingen hebben, zou het spijtig zijn om boetes te betalen, omdat we de doelstellingen niet halen, maar dan... Ergens anders moeten eh, fondsen gaan naartoe, sluizen om, om het voor ons te doen. Dus wat we thuis kunnen doen, doen. Hè, en, en de mensen eh, motiveren om, om dat te doen. Maar als we goede opportuniteiten zien, goede samenwerkingsakkoorden, zeker niet uitsluiten. Ja. Maar natuurlijk, dat werd inderdaad, en dan kom ik terug bij het begin: beleid, beleid dat zegt uh -huh. we kiezen. Voor waterstof, we kiezen voor al deze energievormen. Hoezeer is dat al gedefinieerd? Hoe ver staan we daarin in die keuzes? Je ziet dat een beetje. Overal rondom ons, en, en in België ook. Dat we beginnen strategieën en plannen uittekenen. Dus de vorige Europese Commissie is naar buiten gekomen met onder andere de EnergieUnie. En de governance, of de, de regeling van, van die energieunie. En een van de pijlers daarvan is het opstellen door elke lidstaat van een aantal plannen. En dat zijn eigenlijk twee basisdocumenten en dat is het nationaal geïntegreerd energie- en klimaatplan dus waar energie en klimaat echt samen behandeld worden. Elke lidstaat moet dat opstellen. Dat is horizon 2030, 2040 en dan de lange termijn strategie dat kijkt naar 2050. België heeft volgens de regels van de kunst eind 2019 haar NEC-P, Nationaal Geïntegreerd Energie- en Klimaatplan, ingeleverd voor Horizon 2030. Dus daar staan al een aantal maatregelen en becijferde waarden in. De lange termijn strategie heeft zij in februari opgeleverd en aan de commissie overgemaakt. En daar staat die ambitie van waterstof al in. Heel wat andere lidstaten hebben dat ook gedaan en hebben dat nog aangevuld met echt specifieke waterstofstrategieën. Dus ik denk aan Duitsland die een budget van 9 miljard voorziet voor waterstof. Ik denk aan Spanje dat evenveel geld op tafel wil leggen voor die waterstof-economie uit te bouwen. Ook Nederland heeft heel wat ambities op dat vlak. Frankrijk sluit, daar, sluit daarbij aan. Dus we zien dat de ons omringende lidstaten daar toch wel de nodige ambitie aan de dag leggen. En ik denk dat hier ook weer het sleutelwoord samenwerking is dus ik denk dat het Weinig zinvol is voor een regio als Vlaanderen of België om het warm water nog eens uit te vinden of om heel veel fondsen te gaan steken in dingen die misschien al gedaan zijn of waar dat we eh, toegevoegde waarden kunnen creëren ja. door samen te werken. Dus ik denk dat er he, de, dus de regio van, van Nederland, dus die ook havens heeft, ook, ook uh, 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 heel wat chemie, uh, petrochemie uh, in haar landsgrenzen heeft, noordwesten van Duitsland, noorden van Frankrijk en dan wij, wij als België, ik denk dat er heel wat Zit om samen naar die, naar die dingen te gaan kijken. Dat wordt ook op beleidsniveau nu uitgetekend. Ja. Hè? Dus daar worden al heel wat contacten gelegd. Daar is de Benelux-Unie, daar, daar zijn uh, uh, gesprekken tussen uh, de hoofden van de administraties en, en, en van de kabinetten. Dus ik denk dat dat heel hoopvol is, dat, dat er echt wordt gekeken naar die opportuniteiten ja. en die samenwerking en dat dat de weg voorwaarts is, omdat het, het vereist ook uh, heel, wat, heel wat middelen om dat uh, onder rood te krijgen. Ja. Tine van der Straten, om haar nog even er terug bij te halen, federaal minister voor energie, zegt van ja, het is een beetje zoals je moet die energietransmissie zien als een grote werf. In het begin wordt dat alleen maar erger en denk je wat hebben we nu gedaan. Maar op het einde heb je dan resultaat. Wordt het inderdaad wel een, een heftig traject tot 2030, 2050? Als ik luister naar webinars en presentaties van onder andere het Internationaal Energieagentschap, dan komt daar heel duidelijk naar voren dat de tijd van incrementele pasjes voorbij is. Dus wat wij nodig hebben is echt een transformatie, een energiewende, zoals Duitsland dat ook toont. Ik denk dat we echt moeten beseffen voor welke uitdagingen dat we staan en inderdaad 2030 is zeer kort dag en we gaan heel wat moeten veranderen. Maar zoals gezegd, het zijn investeringen. Het komt de Belgische, de Vlaamse economie ten goede voor die investeringen te laten doorgaan. Er zijn heel wat bedrijven klaar om die uitdagingen te gaan aanbieden. Ik denk dat we daar echt in moeten meespringen. Dus als Europa met zijn Green Deal, als Europa zegt we moeten tegen 2050 klimaatneutraal worden, dan betekent dat dat elke lidstaat klimaatneutraal moet worden. Dus wij kunnen daar niet uit de pas springen. Wij hebben ook die plicht om dat te doen. En daar zijn dus heel wat, wat uitdagingen die voor ons liggen, maar dat zijn ook opportuniteiten. Maar veel mensen zijn natuurlijk vooral bang dat het hen vooral meer gaat kosten. We willen ja. allemaal een groene planeet. Maar we willen daar toch ook niet te veel extra voor moeten betalen. Maar de vraag is altijd, ten opzichte van wat? Dus ten opzichte van wat ga je meer betalen? Dus als we niets gaan doen, dan wordt die klimaatopwarming eh, onafwendbaar. En dan gaan we moeten investeren. Hè, dus in heel wat, eh, wat dat ze dan noemen, mitigatie eh, en adaptatie. Hè, dus dan gaan we moeten dijken optrekken. Dan gaan we elke keer de schade dat, dat, dat stroom, stormen hebben aangebracht, gaan we, gaan we elke keer moeten heropbouwen enzovoorts enzoverder. Dus ik denk dat we... Zeker in Vlaanderen dan toch, hè, dat we er alle belang bij hebben hè, gegeven. Dat we daar hè, aan de kuststreek zitten. Om, om, om toch zoveel mogelijk die klimaatopwarming een, een halt toe te roepen. Ook omdat het onze economie ten goede gaat komen. Dus uiteraard gaat dat niet gratis zijn. Maar we kunnen daar ook de vruchten van plukken. En het is ook zo, dus we hebben het woord nog niet uh, laten vallen. Maar uh, de CO2-emissierechten. En dat fameuze ETS-kader. Dus dat zijn uiteraard een soort van betalingen, rechten die moeten aangekocht worden. Maar dat betekent ook dat dus als die moeten aangekocht worden, dat dat budgetten zijn die we nadien kunnen herverdelen. We hebben al gesproken over de Green Deal. Meer dan 800 miljard dat zou, zou vrijkomen. Dan hebben we er alle belang bij als België om te proberen een deel van die fondsen naar ons te, te trekken en te proberen om dat juist te gaan verdelen. Dus ik denk dat de sleutel echt ligt in het feit er is geld, er is goedkope schuldvoorziening, er zijn opportuniteiten om daarop in te spelen, om te zien en dan om juist te verdelen. Dus uiteraard, de meest precaire gezinnen moeten niet de zwaarste lasten gaan dragen. Maar ik denk dat er mogelijkheden zijn om, om te herverdelen. Dus om het met de woorden van Frans Timmermans te zeggen. If there is no just transition, dus een correcte, een juiste transitie, hè, dus die dat, niet dat uh, correct is voor iedereen, then there will be just no transition. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Dus we moeten proberen om die gele hesjes van, van een tijdje geleden mee te krijgen in dat verhaal. Hè, van het gaat wat meer kosten, maar we kunnen u middelen geven om u daarbij te helpen. We kunnen via allerlei fondsen, nieuwe jobs, nieuwe invullingen u mee begeleiden om die transitie zo eerlijk en zo correct mogelijk te laten doorgang vinden en om niemand achter te laten. Dus ik denk dat dat belangrijk is. En een laatste punt is dan ook dat als we kijken naar de investeringen die nodig zijn om broeikasgasemissies tegen te gaan. Die hebben ook heel vaak een direct effect op onze levenskwaliteit. Ja, uh, ja we ronden af hè, met inderdaad jouw mooie woorden van uh, Frans Timmermans, hè, de, de vicecommissievoorzitter. Laatste vraag nog aan jou, omdat je het zo mooi hebt over levenskwaliteit. Wat uh, mogen we jou wensen in 2021? <laughs> Goeie, goede vraag. Wel, op, op werkgebied denk ik dat ik mij geweldig mag blijven amuseren met, met energie- en klimaatthema's. Dus ik denk dat het uh, zeer actuele thema's zijn. Ik, ik uh, heb altijd met enorm veel plezier. Uh, die thema's, die thema's onderzocht. Dus uh, hopelijk uh, in, in, in goede samenwerking ook met, met heel wat andere instellingen dat we dat mogen verder, verder blijven doen. En uh, op privévlak zou ik heel graag een, een tweede marathon. <laughs> En tweede marathonlover in 2021. Ik wens jou daar de energie voor. Dank je wel. Mag ik jou hartelijk bedanken. En u thuis ook om ons eigenlijk te blijven volgen het hele gesprek lang. Er komen er nog, dus hou ons zeker in de gaten.